Ja, beste kijkers, vandaag is Jockey Porter te gast bij de voetbalvereniging VVSC, waar vanmiddag toch wel de belangrijke wedstrijd wordt gespeeld tussen VVSC en Arco. Ja, VVSC hebben een paar mindere wedstrijden gehad en die hopen vandaag toch de punten te kunnen pakken om niet verder in de onderste regionen te geraken. Ja, en Arco is de laatste weken goed bezig en die proberen weer de punten te pakken om aansluiting met het linker rijtje te krijgen. Dus we hopen vanmiddag toch op een koud sportpark VVSC een leuke wedstrijd te zien. En zoals je ons gewend bent, gaan we eerst bespreken met de belangrijkste man van de wedstrijd. En dat is de pupil van de week. Hij stelt jij jezelf even aan je voor. Ik ben Cas. En hoe nog meer? Wat? Achternaam? De Jong. Cas de Jong. Cas, in welk team speel jij? JU11-3. Ja. Heeft hij daar nog gevoetbald? Ja. Ja? En op welke plaats speel je? Wat? Op welke plaats speel je? Meestal aanvaller voorin. Ja. En heb je vandaag nog gescoord? Ja. Hoeveel keer? 5. Wat zeg je me nou? Ja. 5 keer. Dus jij bent wel voor de toekomst. Dat ziet er keurig uit. Wat vindt Cas zo leuk om te voetballen? Nou, wedstrijden is extra leuk. En partijen met de training. Ja, en partijen, ja. Hardlopen, dat is allemaal niks, hè? Nee, niet echt. Nee, dat vind ik ook allemaal niks. Maar partijen, dat is wel leuk. Ja, en wat wil jij ook later, zeker naar het eerste elftal? Vooral als je zoveel scoort. Ja. Zeker. Ja, dat denk ik ook wel. En heb je ook nog favorieten bij het eerste elftal? Ja hoor. Wie? Lennart denk ik wel. Ja. Jure. Ja. En En de spits zeker, Joran. Die ook wel eens veel doelpunten maakt. Net zoals jij. Ja? Ja. Nou, dat is toch wel mooi. Hè? En ploegen in Nederland. Heb je daar de taalvoetbal ook nog favorieten? Ajax. Ja, kijk, je hebt een goede smaak hoor. En heb je ook nog een speler als favoriet in Nederland? Tadic. Ja, dat is ook een goeie, hè. En in het buitenland, heb je daar ook nog favoriete ploegen? Barcelona. Ja, en nog meer? Liverpool. Ja, en heb je ook nog spelers daar? Benzema, Messi en Neymar. Nou, je hebt wel een hele goede smaak, Cas. Dat valt mij wel op. En wat zeggen we? School gaan? Wat vind je van school gaan? School saai. Ja, het is niet altijd alles, hè? Ja, inderdaad. Nee. Wat wil je later worden? Profvoetballer. Ja, dat dacht ik al. Dat kan ook niet anders dan jij de profvoetballer wil worden. Want je doet het zo goed ook. En eerst naar VVC1 en dan hoger of zeker? Ja, dat denk ik wel. Hoop ik. Ja, dat hoop ik ook voor jou. Want heb jij nog meer broertjes of zusjes die voetballen? Mijn zusje Noor. Ja, en die voetbal bij de dames? Ze is nog best wel jong, dus ze voetbalt in de JO 7-2. Oh, een jong 7-2. Ja, nou hebben we vanmiddag een belangrijke wedstrijd hier. Uh-huh. Hè? Tussen VVSC en Arco. Wie denk jij te gaan winnen? VVSC. Met hoeveel? 2-0. Oké, Cas, ik zie dat jij het ook koud krijgt, dus je gaat direct maar lekker warm lopen. Ik vond het wel leuk, Cas en Bas, vandaag, of niet? Ja. Dat is ook wel leuk. Nou, Cas, ik wens jou in ieder geval met veel succes. En als VVC wint, heb jij een goede middag. Oké? Ja. Hey, en bedankt, hè? Ja. Dat is wel typisch dat aan het achteraf kan ik even naar tegen elkaar. Maar kijk eens, 2-3 schuimbewegingen. Komt er voor de keeper. Keeper op verkeerde been, nee, ja. Oh, pak de boze been. Ja, ze komt hier. Keurig. Zijn we spellen, dus 2-0 voor VVC. 1-0 voor VVC.